En we hopen dat we dat gaan doen. Dat gaan denken. Ja, dat is ook voor de nabestaanden iets zijn weg vindt. We hopen dat we herinneren aan de foto's van Annie en Lili. Jullie hebben allemaal een foto gekregen van de twee meisjes. Lili, dat is Lili Kamer, die was toen ook zo jong. Samen met haar vriendin stappen ze dan, ja? Zo daar op de straat. En Annie, die ernaast woont, die woont nu in Zandvoort. Is bijna 90. Ze wist veel te vertellen over Lili. En ze nam deze kleine foto, gaf ze mee. En ik ben zo, deze foto vind ik zo bijzonder. Ja? Maar ook zo schrijnend als een meisje als Lili die bij hem leeft. En ik ging een paar mee met Lili mee naar de Joodse school. Hier aan de overkant was de Joodse school. Ze kon ontzettend leuke anekdotes vertellen. Maar er zijn hier meer. Ook hier in deze zaal zijn er een paar mensen die hun Joodse vrienden hebben. Ja? Die tot nu toe vandaag ook de vraag hebben, waarom? Waarom? Wat is er gebeurd? Waarom is mijn vriend niet weer teruggekomen? En zoals met Annie haar vriendinnetje. Deze documentatie, deze anekdotes, foto's willen we verzamelen. Westerbork heeft ook zo'n centrum. Is ook maar niets begonnen. De barakken waren net weg. En ze moesten ook van, nou, gewoon beginnen. En het is tot nu toe een geweldige documentatiecentrum geworden. We hopen hier bij Koevoorde een soort documentatiecentrum op te bouwen. Dat voor de hele Zuidoost-Drenthe eigenlijk bedoeld is. Dat men meer bij elkaar verzamelt. We hebben een oemer en bestuurder historicus die goed mee kan helpen. Die daar goed zijn. En een in hem die ook meewerkt. Om veel te verzamelen, veel documentatie. 3 weken geleden gaf iemand een lezing, de heer Schelvis. Verbonden aan de Stichting Sobibor. Daar zijn we nu ook mee verbonden. Dat is ook al iets, documentatie, dat weer voor ons, ja, dat we kunnen gebruiken. We hebben helaas ook, misschien dat jullie, dat men merkt dat antisemitisme voorweg weer de kop opsteekt. Of misschien een klein gebleven is. In Duitsland is men ook een beetje, is een beweging ontstaan. En die beweging heet ik stel je af. Want ik sta op. Ik wil dit niet. Ik ben tegen onrecht. Jullie zijn hier ook gekomen tegen het onrecht. Jullie zitten hier. Jullie zijn er tegen. Ja? Ik stel je af. En daar dank ik voor jullie. Dat jullie hier zijn. En dat moet groeien. Dat moet uitbreiden. Dat het ingaat gaan, dat het onrecht geen kans krijgt. Ik wil hierbij laten en dan wordt het.